Gouden wafel, gouden spruit. Ja, zo raak. Stoos naar de mieten toeten. Mooi product, man. Prachtig. Deze aflevering van Wie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Stoffers, Boutadvocaten en Haas Agri. De familie Dof vertel je geen sprookjes over spruitjes. Alles weten ze ervan. Elk jaar halen ze 3,5 miljoen kilo van de prachtige polders rond Uithuizen. De grote voor de Duitsers en de kleintjes voor ons. Johan Dof is de vlotte prater van de familie. Hij vond zijn grote liefde via Boer zoekt vrouw. Maar de liefde voor de kleine groene kooltjes is daarmee niet gedoofd. Mooi Johan! Ja, mooi! Kom ons ook even opzij. Ja, ik dacht ik moet even naar hoezen. Ja, roezen is dat die mooi hè? Het is ook weer echt sproetjes die ja, nou hè? Ongekend jongen. Het is ontzettend belangrijk natuurlijk hè, want ze zeggen altijd dat je zodra de R in de mond is spruit neemt, die word je natuurlijk minder snel en grieperig zeg maar. Dus het is belangrijk ja, dat we weer die lekkere spruit nemen. Wat is er nou aan het doen? Ja, ik moet sorteren hè. Dus we proberen dat we sorteren zo moord. Ik ben nu toevallig de Nederlandse spruit naar sorteren, zeg maar. Dit is de Nederlandse moord. En hier hebben we de exportmoord. Oh, dat is voor de export? Ja, deze is voor de export. Die ben wel grover. Ja, die ben veel groter. Ja, dat mag ook. Maar Duitsers, ja, natuurlijk okay, leuk als Nederland omlaag, maar Duitsland, die hebben grote mannen en maar ook grote spruit. Die willen gewoon kleine spruit. Grote wappel, grote spruit. Ja, zo raak ik. Waar sta ik hier dan? Ja, dat is altijd quite easy, sir. The story of my life. Ja. Hij zei net tegen mij, ik ben vitaminepil. Ja, maar nou eerst alleen daar, hè. Ik sta er weer voor. Ja. Stoos naar de mieten toeten? En ten oosten dan je altijd in weet, hè. Nee, dat is jou, hè. Nee, maar ik zei net, die ben de gezondste pil, hè. Dat is gewoon zo, ja. Dat moet je hem houden, dat wordt meestal uit. Is dat wel zo? Dat is absoluut zo. Dit putendoor zit allemaal antioxidanten in. En die houden je anti-kankercellen in je lichaam houden op pad. Ja. Dus veel spruit mee? Nou, of alle koolsoorten. Ruimte. Die collega daarachter. Dat is niet waar, ja. En pa natuurlijk. Die zei net, spruitjes ben kerngezond. Ja. Als je dat nou vergelijkt met broccoli bijvoorbeeld? Nou ja, dat is een heel mooi verhaal, want, en dat klopt ook nou, want je moet 5 keer broccoli eten voor 1 keer spruit of mous. Dus je moet nog gewoon, broccoli is heel populair, maar broccoli is ook de plofkip onder de koolsoorten, zeg maar. Maar dat is de mooi snel groeiende kool. En dus daarom zit er in ieder geval een halve woord erin. En woord is natuurlijk ook gezond, maar broccoli zit veel minder antioxidanten in hem en minder glucosinolaten in, dat ontzettend belangrijk ben. En daarom mag je ook, je mag natuurlijk niks, maar voor je gezondheid is belangrijk dat je, als de R in de morgen is, dat je toch wel regenmotor spruit naar mouse heeft, want dan krijg je die stof ben en voor je weerstand. Je bent Gerrit, hè? Ja. Gerrit, was toen iets... Stapel gek van deden dan als bruggetje. Ja, ik word helemaal gek van. Ik hou veel liever spruit plukken. Dat is veel mooier. Dat is meer plukken. Ja, en dat sorteer dat is gewoon niks aan. Dan val je gewoon in slaap, bijna. Dat is niks aan. Wie is het nog niet meer? Ja, maar Gerrit die kent dus ook inderdaad gauw spruit plukken. Maar spruit plukken is best pittig werk. En dan zeggen ze die collega's dat ze beter bij jou afwisselen, want dan kan je het beter volhouden. Alles met de buiten? Nou, goed. Jij hebt er geen televisieprogramma voor nodig? Nee. Doe was er wel een televisieprogramma voor. Ja, nou, maar dat mag ook, ja. Dat was best leuk. Ik vind het altijd nog een geweldige voorheen geweest. En wie zijn ze trouwens in december, alle boeren weer. En dan zijn we hier volgende weer. Dat is dan gezellig. Een medical barbecue nog dit. Maar dat wordt wel gezellig. Jullie hebben nou een mooi kleintje er zelfs uit gewonnen. Dat is een boezoe vrouwkindje, hè? Ja, zo mooi. Het was een. Maar ja, geweldig. Dat zijn Emmeline, hè? Ach, kijk! Emmeline! Kijk, dat is ons kleine spruitje. Hè? Wat geweldig. En ze is ook nog dol op spruit ook met eten. Dat is ongekend.
Hoeveel bunder hebben jullie hier? Ja, we doen dat hier rond de 100 bunder spruiten. Maar we doen bijvoorbeeld ook siebels, rode siebels, gele siebels. En natuurlijk nog suikerbijten. En bij summergaas, waar je van bier van motten kent, hè? Want summergaas is de grondstof van bier. Hè? Dus, oh, daar hond die wel van, hè? Ja, ja, de gemiddelde burger had er wel van, ja. En dat is ongekend, hè? Dat je van 1 kilo gaas, zeg maar, groen, hè? En die brengt gemiddeld 15, 20 cent op of zo. Maar dan kun je 7-8 glasjes bier van motten. Dat is eigenlijk ongekend zo. Het is de grondstof van bier. Zomergaas was er geen bier. Och, ook geen whisky trouwens. Hetzelfde. Hoera voor zomergaas. Maar we gaan je wat moois laten zien. En dan we gaan hem door een veld houden. Er stond groene spruit, maar ook paarse spruit. En die paarse spruit die komt straks rond Sinterklaas. En dan dat is iets moois voor Sinterklaas. En kerstdagen is dat hartstikke mooi. Lok je hem zo. Ja, gewoon een liefde voor de natuur, maar een liefde voor spruiten vind ik prachtig. Hè. Dat is een ongekendheid. Dat is van zooi en zo gewas ook, die, als we deze oost waren, die is binnen een jaar oud. En dan, als je op alle, mensen overal over, maar pak maar alleen naar de CO2-reductie van zo'n gewas. Ongekend, want die pakt allemaal CO2 uit de lucht toe. Ja, dat is schitterend mooi gewas. Ja, dat is hier beschermd. Ja. Mooi product, man. Prachtig. Oud, een hele oud product, hè. Terwijl je, als je naar de geschiedenis teruggaat, was het eigenlijk al terug naar de Napoleon die rond die tijd dat ze spruit op de wilde van om zo door te vouwen, zeg maar. Die moesten eten, ja, dat was honger. Soldaten van Napoleon kregen al spruit? Die tijd was er al spruit, en door had ook Brusselse spruiten, zeg maar. In alle landen wie natuurlijk spruiten, en in Duitsland is het rozenkool. Maar de rest in de hele wereld had dit Brusselse spruit, omdat ze door in dat gebied toen van ben. En opdracht geven met Jan, ga die kweken, want de mensen moesten natuurlijk eten hem. Dit is wel mooi, hè? Hoe is alle spruitjes vast? Nou ja, mooi. Henk die doet ook wel eens een keer een vrachtje. En dan is er nog een andere paard zijn museum, maar die ook wel eens een keer zo erin rijden. Bist ook dol op spruitjes of? Ik lust ze hier. Ja, hè? Ja. In een stampotje, een beetje zuur. Nee. Lekker. Nee, gewoon lekker volkoop. Een groentesausje erover. Spekjes erdoor, rookspekjes. Lekker. Zeg Henk. Ja. Doe best ook een dag. Ja. Spruitjes, dat is wel ongeveer die leven, hè? Ja, Bino wel, hè? Ja. Ja. Is er net zo groot op als in Breur? Ja, Bino wel, ja. Ik ben trots op alle bedrijven die we met elkaar hebben, ja. We hebben fantastische bedrijven met elkaar. Ja. Weet je, ik vind het zo knap van die baar. Zoals hij dit opbouwde heeft. Dat is nooit normaal. Nee, maar ja, jou en ik hebben les 14, 20 jaar natuurlijk een band gigantisch groot maken. Maar, ja. Dus het is enorm. Dat... Je bent natuurlijk de hal diepe daal naar het, maar het gaat nou gelukkig goud. Ik heb net van de chauffeur een mooi recept gekregen. Ja. Hou eens toe de spruitjes het laatst. Stamppot. Ja, hè? Ik ook. Ja. Beetje droogjesvlees of een handballen. Ja, ik denk de slag groter, hè? Ja, doe best ook naar van de klantjes. Doe best een beetje een... Nou, deze heet ik ook al 2 keer in de week, hè? Jawel, maar doe best... Eigenlijk een beetje een Duitse spruitjes eten. Nee, maar echt stamppot. En ik eet ook 2 keer in de week. En de gewone spruit. Ik ook minimaal 2 keer per week. Dus ik heb minimaal 3-4 keer per week spruit. Daarom ben jullie zo gezond. Ja. Nee, maar ze zijn verder. Ze smokken ze lekker. En, dus maar al je deur heb ik wel spruit. Dus, Hey Henk, heel erg bedankt voor het praten, joh. Nee, is goed. Heel veel succes met de spruiten. En, kom een keer weer langs. Doe ik. En beter die een beetje. Deze aflevering van Bie de Boer werd mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Stoffers, Boutadvocaten en Haas Agri.